Nou, we staan hier in de Zuidpolder van Berkel en Roderijs. Het is een voormalig landbouwgebied. Hè. Tot een aantal jaren geleden waren hier gewoon boeren aan het werk. Het is nu eigendom van de gemeente Rotterdam en in beheer bij Natuurmonumenten. En samen met toch ook weer agrariërs proberen we hier de natuur meer ruimte te geven. En daarbij worden we ook nog geholpen bij, door een aantal vrijwilligers die hier ook letterlijk de handen uit de mouwen steken. Een van de dingen die we gedaan hebben met de inrichting van dit gebied is nieuwe watergangen graven, zoals je hier kunt zien. En daarnaast dan natuurvriendelijke oevers. En dat begint natuurlijk met iets heel kaals, maar als je hier nu kijkt, dan zie je dus dat er ook allemaal vegetatie nu is gaan groeien. Deel daarvan moeten we ook weer weghalen. Dat is gewoon een verplichting vanuit het waterschap. Maar er is in ieder geval meer ruimte gekomen voor deze planten. Nou, als het nou gaat om de vraag van wat heb je nou eigenlijk bereikt? Nou, kijk eens hier, dit grasland. Er stonden, toen het gewoon in boerenhanden was, een beperkt aantal grassoorten. Als je nu kijkt, als gevolg van het beheer wat we hier voeren, zie je dat er allemaal verschillende kruiden in staan. En dat er meer kleuren gewoon ook in zo'n grasland gaat komen. Ja, ik ben er erg blij mee. Hè. Ik vind dit soort gebieden heel erg leuk om mee bezig te zijn. Omdat je eigenlijk van weinig natuur naar steeds natuurrijker gaat. Je weet dat dat een proces is van... ja, meerdere jaren, maar dan zie je eigenlijk elk jaar toch wel weer wat gebeuren waar je zegt van yes, dat hebben we ook weer bereikt.